Zo. De parel is dit keer wel echt heel goed verstopt hoor. Die gaat nooit meer iemand vinden. Wat? Hallo? Wat? De koningin? Weg? Ik kom er gelijk aan. De koningin is verdwenen. Ik moet naar Okidokidorp. Oh, ik vind het zo fijn dat die kinderen ons zo goed geholpen hebben met al die briefjes en al die mailtjes gekregen. Ja, want ik heb ook wel echt hulp nodig hoor. Ik snap er helemaal niks meer van. De koningin schreef een briefje. Help, ik ben on... Ja, wat zou er nou achter kunnen? Misschien, ik ben onzichtbaar, dat zie ik hier. Onzichtbaar? Onzichtbaar? Ja, maar dat is niet handig. Koningin, koningin, even ja, kijken. Maar dan hoeven we dus niet te zoeken, want dat kunnen we niet zien, maar wel horen misschien. Ja, we moeten even luisteren. Ja, en ze moeten even stil zijn, anders kun je ze misschien nog... Koningin, onzichtbaar. Ik hoor ze niet. Nee, ze is er niet. Nee, ze is niet onzichtbaar. Nee, dat kan er niet zo. Help, ik ben onhandig. Nee, ze is niet onhandig. Nee, ze is niet onhandig. Ik vind deze wel een hele goeie. Onpraatbaar. Ik denk dat het dat is. Onpraatbaar. Maar wat is dat dan voor woord? Dat heb ik nog nooit gehoord. Misschien onverstaanbaar. Oh ja. Oh nee, maar dat kan ze ons ook aanraken, toch? Ik snap dat woord niet. En ik snap allemaal woorden niet. Hier staat help, ik ben ongesteld. Wat is dat nou weer? Met een tekening... Oh, ongesteld. Oh, dat ken ik. Dat was ik vroeger ook altijd. Was ik in de klas bij de juffrouw en dan zei ze op het einde van de les... Heb je me nog vragen? En dan zat ik, heb nog een vraag. Ik snap het niet. Maar de juffrouw die hoorde het, die zag mij doen. Nou, ik kon dan dus die vraag niet stellen. Dus die was ongesteld. Maar er was helemaal geen juffie. Nee, en ik denk ook dat ze er iets anders bedoelen. Maar ik denk ook niet dat dat aan de hand is, hoor. Misschien deze is via de e-mail hier. Help, ik ben onder de trein gekomen. Dat hoop ik toch echt niet. Nee, maar dat kan ook niet. Want de trein rijdt daar ook helemaal niet in de buurt. Dus dat kan ook helemaal niet. Godzijdank. Deze misschien dan? Ontslagen? Zou die kunnen? Nee, dat zou ik wel weten als... Maar wacht. De T kan natuurlijk na de om. Daar hadden we nog helemaal niet zo aan gedacht. Ik vond er net wel één, maar ik dacht dat kan niet. Ontslagen, dat kan natuurlijk. Ja, ik vond er net één, ik dacht dat kan niet, maar ik denk dat het wel kan. Deze. Ja, dat zou wel passen, denk ik. Kijk, dan krijgen we dus help, ik ben ontvoerd. Dat moeten we Jan vertellen. Ze is ontvoerd. Waar is Jan eigenlijk? Waar is Jan? Goedenavond allemaal bij weer een nieuwe aflevering. Peter R. de Vis, visdaadverslaggever. We gaan het vanavond hebben over een vermissingszaak. En daarbij heet ik welkom in de uitzending kapitein Jan Huygens. Hallo. Jan, wat is er allemaal gebeurd? Ja, de koningin is weg. We kunnen haar nergens vinden. We weten niet wat we moeten doen. Spijtig. Waarom zijn jullie niet eerder bij mij langsgekomen? Want in de eerste 24 uur zijn toch wel de belangrijkste om een zaak op te lossen. Ja, dat hoorden wij ook. De koningin had een briefje achtergelaten met... ik ben on... Ja, er kon eigenlijk van alles zijn, dus daar zijn we gaan uitzoeken. En toen we daar niet uitkwamen, zijn we meteen naar jou gegaan. Jan, ik heb al actie ondernomen. Okay. Ik heb bewakingsbeelden gevonden en daar gaan we even naar kijken. Nou Jan, de beelden liegen er niet om. Hoe krijgen we er weer terug? Heb je iets met gezichtsherkenning? Gezichtsherkenning gaat op deze beelden vrij weinig opleveren, ben ik bang. Maar op het plaatsdelict hebben we ook nog informatie gevonden. Oké. Okay. Ik heb hier een map voor jou samengesteld met de belangrijke informatie. Oh, dankjewel Peter. En daarmee zul je dichter tot de dader moeten kunnen komen. Aquarales BV staat hier. Dat is correct. Aquarales BV? Maar die hebben ook een onderwater-expeditie gefinancierd. Wat? Ja, gefinancierd. Wat is dat? Dus dat je dus geld krijgt voor om iets te doen. Dat is financieren en dat hebben ze dus gedaan. Oh nee, en nu snap ik het ook. Kijk, want ik kreeg ook een mailtje. Een mailtje? Ja, een mailtje. Waarin stond dat ik een opening moest organiseren. En dat jullie daar ook bij aanwezig moesten zijn. En Neptuna en Jan. Dus ja. Oh nee, het was dus een valstrik.
Ja. In mijn uitstrik. Ik ben jullie zo zo te pakken krijgen. Ik ben er bang voor. Ik heb een plan. Help mij. Oké, jongens. Kom eens mee. Maar wat zijn we nou aan het doen, Jan? Ja. Nou, ik heb een plan. En dat heeft alles te maken met de onderwaterwezens waar Aquarales achteraan is. Hij spaart mooie onderwaterwezens. En het allermooiste onderwaterwezens, dames en heren, jongens, meisjes en biozee, is natuurlijk Fruity. Natuurlijk, ja, dat zie ik zo ook wel, ja. Oh, ja. Dus als jij hier gaat zitten... Ja, hier zitten. En dan gaan wij ons verstoppen en dan komt Aquarales zeker een keer deze kant op. Probeert hij jou te stelen, dus het is wel een beetje spannend. Nou, ik vind het heel spannend, Jan. Ben ik helemaal alleen hier? Nee. Nee, ik zit in de buurt. Echt? Ja. Ja. Maar, wij gaan ons allemaal verstoppen. Ik bescherm je wel met mijn speer. Ja, ik doe het, Elvis. Ja. En dan moet hij gewoon wachten. Ja. Mooi zitten we en dan komt het allemaal goed. Dus wij gaan ons snel verstoppen. Ik ga wel op de uitkijken. Ja. Nou, gelukkig kan ik goed stil zitten. Ik vind het wel spannend hoor. Oh, dat was echt een grote plas, Jan. Oh, moest echt veel plassen. Goed, waar was je nou? Ik moest even plassen. Ja, maar we zijn dat jij hier in je eentje stil zit. Hè? Ja, dus... ik ga hier in eentje stil zitten. Jan, kun je ook even hier mijn nek in smeren? Want het is zo warm. Ja, maar we doen net of je alleen bent. Oh ja, ja. En stil zitten toch? Ja, even opruimen, want het is zo niet in je zon blijven staan. Die kom eens toch. Ja, misschien leuk dat we even gaan spelen. Dan Goed, we proberen dat je alleen bent, zodat ze jou gaan proberen te pakken. Ja, maar als jij daar zit, dan ziet niemand ook als wij aan het overzetten. Ja, natuurlijk. Hij denkt ook niet dat je in je eentje zit te badmintonnen. Goed. Ja, sorry hoor, Fruity, maar... iemand moet zeg maar helemaal stil zitten. En je bent echt wel misschien wel het mooiste onderwaterwezen. Maar je bent niet degene die het beste kan blijven zitten. En ik denk dat we toch een ander onderwaterwezen moeten vragen. En dat we misschien Elvis moeten gaan zoeken. Ik had zo'n goed koffer. Dat we Elvis gaan halen. Want ja, inderdaad, je bent heel mooi, Fruity, maar misschien inderdaad niet het beste geschikt voor deze taak. Ik had zo goed koffer vorig jaar met stelen zitten. Ik denk, dan kan ik... Kom, Biozee, wij gaan Elvis even halen. Dat is het idee. Elvis, kom! Elvis, Fruity kunnen we niet gebruiken als lokka's. Ze willen jou als lokka's. Maar ik kan niet uit de boom. Kom gewoon uit die boom. Het is te hoog. Ik durf niet. Ah, kom op, je kan het wel. Je bent toch een hele stoere ridder. Elvis, laat je gewoon vallen, dan ruimen we je daarna wel op. Gewoon laten vallen? Weet je het zeker? Nou, dat viel wel mee. Oké, meekomen. We gaan verder. Waar is Fruity? Fruity! 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 Waar is Fruity? Fruity! Hij is weg! Ja, waarom? Daar gaat hij! Help! Help mij! Fruity! Help! Help! Hij heeft me te pakken! Nou, kinderen, we moeten vooral niet in paniek raken. Als ik Fruity een beetje ken, dan spattert hij de hele tijd met water. En dan kunnen we gewoon aan die spatters kunnen we, de auto volgen. Dus als iedereen doorgeeft, als hij ook ergens een nat stuk weg ziet, dan kunnen we daar meteen achteraan. Nou, hier weer een vlog van mij, Biozee. En ik sta hier, want we zijn natuurlijk op zoek naar sporen van Fruity. Want die is nu ook ontvoerd. En ik vond hier dus een spoor, zie je het? Dus dat ben ik nu aan het volgen. Dus ik ben eigenlijk een beetje een vlogger en een volger tegelijkertijd. Dus dat is wel grappig. Maar kijk, ik ben benieuwd waar het uitkomt, jongens. Oh. Ik moest echt heel nodig. Ja. Nou, ik schrok me dus helemaal een hoedje, want er stond opeens iemand in de bosjes. Maar ja, dat was dus weer een doodspoor. Jammer, ze dus moeten nog even verder zoeken. Oké, kinderen. Ik denk dat ik wat gevonden heb, want ik zie hier allemaal water op de grond. En het zou best wel eens... Dit smaakt wel echt naar Fruity, ja. Ik weet niet waar die gebleven kan zijn. Als ik goed denk, moet het daar vandaan komen wel.
Oh nee, kinderen, nou is Fruity dus ook nog ontvoerd. Gelukkig maakte hij wel heel veel natte sporen op de weg, doordat hij zo met zijn vin aan het flapperen was. Dus als jullie nou spetters op de stoep zien, laat jullie het dan alsjeblieft even weten, want dan kunnen jullie met ons meezoeken. Dus stuur dan even een mailtje naar digi@okidokidorp.nl. En als je nou klaar bent met zoeken en je denkt, ach, ik verveel me echt helemaal, dan moet je vooral even kijken op www.okidokidorp.nl, want daar staan allerlei leuke dingen op die je kan doen.